normaal bestaat 25 jaar en dat moet gevierd worden, natuurlijk. Om dat te vieren zijn ze teruggegaan naar waar het ooit allemaal 25 jaar geleden is begonnen, in Lochem. Hier traden ze eigenlijk voor het eerst op. Er zijn heel veel vrienden van normaal, heel veel genodigden, maar er is één groep die is de absolute eregast hier vandaag en het zijn natuurlijk de fans van normaal. Ja, lekker ding, joh. Lekker normaal, lekker zoepje. Ja. Deur donderen. Is normaal belangrijk voor de Nederlandse popmuziek? Dat denk ik wel zeer zeker. Kijk maar naar Rauwenezen, Skik. Al die dialectbandjes, zo gezegd. En daar heb normaal toch wel een echte stempel in die star mee begonnen. Die hebben overal scheid aan gehad. Van, we doen muziek zoals wij het willen en in onze taal. Maar normaal heeft zoveel lessen maken bij de boeren en op het platteland. 35 jaar geleden stond ik voor aan in Lochem. En ik ben zo die trouw gebleven. En die trouwe schare fans is één van de pijlers waarop het succes van normaal steunt. De muziek is in de loop der jaren steeds gevarieerder geworden, naarmate de bandleden hun instrumenten beter onder controle kregen. Het Achterhoeks is het handelsmerk van normaal. Ook dat is in Lochem begonnen. Precies 25 jaar geleden op Hemelvaartsdag in 1975, toen hadden we ook nog een paar Engelse, twee geloof ik, en nog twee Nederlandstalige teksten. En ik zit als tweede of derde nummer de blues in. En toen had ik toch het Eureka-gevoel van dit is het. Ik moet die Nederlandse Engelse teksten meteen eruit flikkeren. Dat had ik toen pas in de gaten. We hadden al een stuk of 5, 6 optredens gedaan. En met van alles nog wat verschillen, nou, niet echt van andere bandjes. Behalve dan een paar dingen. En die paar dingen, dat bleek dan super essentiële dingen te zijn. He, we hadden zongen ook in het Achterhoek, ze waren ruig, hadden een nieuwe houding en een stevige instelling. Die instelling had de band ook nodig om het 25 jaar vol te houden. In de tussentijd ontstonden andere dialectbands zoals Skik, Bluff en Rauwenezen. Geen van die bands had echter de invloed die normaal heeft gehad. Wat is de emotie van normaal? Recht toe, recht aan, eerlijk, recht uit het hart. Dat is mijn gevoel bij normaal. Ik ongekunsteld plezier beleven aan muziek, ongekunsteld hier en daar zelfs een boodschapje overbrengen. Hoe het ook ergens stormt, zie je ergens een lichtje achteraf, dat is mijn huis. Toch ook hen, oost-west, thuis best. Nou, helemaal goed. Het is absoluut geen planning van stoppen of afbouwen, totaal niet tegenovergestelde. Het is leuk om te doen en dus blijven we dat doen. En met deze reportage vanuit Lochem eindigt de nieuwsuitzending van TV Gelderland voor vandaag, Hemelvaartsdag. Een feestelijke dag, alleen het weer viel wat tegen. Dat wordt morgen een stuk beter. 25 graden, een heerlijke zomerse dag. Af en toe een spatje regen. Op zaterdag wordt het nog warmer, 26 graden, maar regent het ook meer. Dus het wordt een beetje benauwd. En op zondag wisselen zon en regen elkaar af. Het wordt wel een stuk koeler, ongeveer een graad of 20. Wind is er dan nauwelijks. Straks hierna gaan we verder bij TV Gelderland met een documentaire over het jubileumconcert van Normaal. Daarna volgt nog een aflevering van Kriskras met Angelique Kruger. Nog een hele prettige avond.